heel zo vol maar. Nee, natuurlijk niet. Alles is. Op Noah Marken, 2,5 en oh, behoorlijk wat benzine. Maar iedereen doet mee.
En dat vinden we geweldig. Jullie natuurlijk, de coureurs, die ook niet alleen in die staan, die ook in de renner zijn. Hartelijk welkom en maak er een mooie dag van. Ik heb het vanmorgen al gezegd, ik zeg het namelijk, het is een demo-rit. Vanavond gaan we gezellig met z'n mij aan bedoelen, zodat we dan volgen dit jaar maken. We zijn natuurlijk ook in Belgium weer de derde overgang, Martijn Bruggeman, welkom hier, hartelijk mooi dat je maar mee bent, ik geef je zo'n woord. We hebben natuurlijk speciaal gast hier, de coureur van ons. We hebben ondersteunen in Jimmy Norin, het jong aankomende reestalent. Drie daarvan, we ondersteunen de vijfde dit jaar. Drie daarvan, die staan hier, Justin Fokert, die zijn altijd in Spanje, doet het mee. Mieke Amink, we zijn in IDM. En Leo Stotter, we zijn ook in IDM. En hier in Nederland, de OV-club. Maar we hebben meer. We hebben Nederlands eerste traumatiecoureur hier, die staat in Jura in ons midden. En dat is natuurlijk Bo Wensnaar. Bo, hartelijk welkom. Bo is natuurlijk een heel ervaren man. Winnaar geweest van de Roepstop, denk ik. Motorrijder erin. Ja, Bo, hartelijk welkom. Leuk dat je bent. En dan heb je tijd op een vrijdag een week voor het assistief van de stad. Dat is een belangrijke wedstrijd. Naar Amsterdam. Ja, precies. Ik denk dat het een goede training is om hier te beginnen. Het ziet heel mooi uit, mooi circuit, druk bezocht. Dus heel blij om hier en dankbaar om hier te zijn. Nou, dat worden we natuurlijk graag. Kijk, met mijn ACV-Norin is natuurlijk ook om de sport te promoten bij ons in de buurt en de jonge coureurs ondersteunen. Niemand weet als jij weet hoe belangrijk sponsoring is, hoe belangrijk dat is. Ja, dat is heel belangrijk. Zeker om natuurlijk naar de top te klimmen. Is sponsoring heel belangrijk. Onze sport is nou eenmaal duur. Dat kost veel. Dat heeft heel veel factoren te maken. Maar daar is sponsoring wel heel belangrijk. Ik ben dankbaar dat ik ook mijn sponsor heb. Want sponsoring zou ik hier niet momenteel niet staan. Hartstikke mooi. Je hebt natuurlijk kampioen geweest in de Roepstop. Mooie cup. Ja, ik ben Red Bull kampioen geworden. Dat was een heel mooi jaar na de overstroming gemaakt naar WK Lotto 3. Nu momenteel nog wat 2, wat heel zwaar is natuurlijk, omdat het heel dicht op elkaar zit. En dingen met coureurs zijn die zelfs de Lotto 2 al hebben gereden, die terugkomen naar de Lotto 2. Maar wel heel trots dat ik nog even kan rijden. En dat zijn we net ook. Het is echt hetzelfde wel, het is natuurlijk hartstikke moeilijk om daar in je mee te doen, met een vroegbedoel in de punt van de reden, tussen 1 en 12. Er zitten maar nog twee verschillende verschillen in. Ja, de verschillen zijn heel klein, omdat het nog wel technisch niet allemaal hetzelfde zijn. Dat heeft natuurlijk te maken met wat voor regering je hebt en natuurlijk in wat voor team je zit. Dat zullen de verschillen maken, maar ja, daarom zie je ook dat de verschillen heel vaak heel klein zijn. Je reed met een NTS, Japanse Amsterdam. Ze zitten nu in het tweede jaar van de Grand Prix. En het is heel bijzonder dat ze in het tweede jaar zo goed mee kunnen komen. En ook heel tof dat ik voor hun het merk mag vermogen. Ja. Je zit natuurlijk in het team van Roel Vlaardingen. Komt hier uit de buurt? Ja, komt hier uit de buurt. Dus ook volgende week is het echt een thuiswedstrijd. En daar kijken we zeker naar uit. En ik denk dat het volgende week heel goed komt. Wij gaan dit in alle kranten en ook ondersteunen. Met heel veel applaus. Wat heb je te zeggen tegen onze coureurs? Nee, ja, gewoon je ding doen. Heel passie, elke dag alles aan het doen om naar de top te komen. En blijf altijd gezellig. Oké, blijf gezellig en je gewerkt doen. Bo, hartstikke bedankt. Dankjewel. En volgende week heel veel succes. Dank u wel, onze wethouder, Martijn. Bruggeman, Martijn, leuk dat je bent. Ik denk dat ik jou de woord moet geven. Ja, bedankt Benzenslag. Vooral bedankt voor de uitnodiging om vandaag hier weer aanwezig te zijn. Ik weet een jaar geleden was net begonnen, kerstfest hier aan de start. En in een jaar tijd ontzettend veel evenementen meegemaakt. En ook een bedankt was vandaag een keuze uit een evenement of 10 zullen we zeggen. En alle hardloopwedstrijden, dat doet niks aan af, dat is fantastisch. Alleen om hier weer aanwezig te zijn met de power en de pit en de passie van deze sport, dat vind ik ontzettend graag. Daarom ook graag gebruik gemaakt van de uitnodiging. Ik weet dat er gisteravond ook nog een leuk feestje geweest is met renners. We gaan natuurlijk ervan uit dat iedereen weer fris en fruitig
aan de stad staat vandaag. Daar hangt hij al uit. De keuring is geweest, al een zoek verlopen. Dat is daar vaak vanuit. En voor de gemeente Arnhem is het heel belangrijk dat je de bruisende gemeente hebt, dat je ook heel verschillende activiteiten hebt. En daar is deze echt wel een hele unieke in. De organisator FNO Racing weet altijd weer prominente mensen te halen naar het evenement. Grote namen zijn al voorgegaan wat dat betreft. Agostini, Bult, Van Dulden, Hartog, Alvarez was al is aanwezig. En vandaag ook, ondanks dat je nog een jong bent, heb je toch al heel wat sporen in de sport verdiend, voordat je hier vandaag aanwezig bent. En over jonge rijders gesproken, FNO Racing is de organisatie die de jonge rijders ondersteunt. Ontzettend belangrijk, want het is niet de meest goedkoop sport, dus om jonge mensen toch een kans te bieden. Zou zeggen, laat allemaal ook FNO Racing een handje bij helpen. De locatie waar de race gehouden wordt, ook daar wil ik nog even bij stilstaan, want het is heel bijzonder dat nog kan hier op het straatcircuit. Maar normaal gesproken de auto's, de fietsers en de trekkers rijden, zijn jullie vandaag van start. Dus ook, we zijn heel blij met alle omwonenden aanwonenden daar in meegegaan. Dus respect daarvoor. En natuurlijk ook voor de talloze vrijwilligers die benodigd zijn om zo'n evenement van de grond te krijgen. Nou, wat mij betreft gaan we zo meteen echt beginnen. Met de mensen die staan te kijken, ontzettend veel plezier. En in de deelnemers natuurlijk ontzettend veel succes. Dank je, Martijn Berhouder van de gemeente Arnhem. Nou, ik ben Ja, precies. Precies. Ja, deze kant op. Ja, goed zo. Kom maar even. Yo! Oké. Ook de pers natuurlijk bedankt. Ik hoop dat het mogelijk ook in de media komt. We gaan naar het volgende doen. Bol. Die redt in de grond. Want hij is ons genoeg terug de weg naar de top. Hij zit in de top. Dus. Het is geen wedstrijd. Denk erom. Heel welkom. Volgende week of volgende week moet je zitten in de nacht en in die leer. Dat doen we wel. We zijn net zo lang dat we afgevraagd worden door het CFV-mensen. Dus dat zijn, ik denk, plus minus 3 rond. Minimaal 3 rond, hè? Ja, oké. Okay. Heel veel plezier en dan gaan we ook al. Ik geef je microfoon aan onze microfoonist. Dank u wel, Burger. Goed aan, meneer. Voordat we gaan starten. Door niet nog eigenlijk het bestuur, de medewerkers die al 16 jaar lang hier dit evenement op afstand zetten. Ik denk dat we met z'n allen trots mogen zijn op deze organisatie. U kunt allemaal voor niks naar binnen, u kunt een handje in de rug halen. En ik wil graag een goed applaus voor de organisatie hier in Rozeggen. En dan zeg ik, Bo Bensnijder, jij gaat ons voorrijden. Nou, kijk eens even. Bo als eerste. Heel rustig rijden. Over de achterwiel. Ja. Hoe zijn dan de drie deelnemers van de EGO. En hier de jongen die de SRM Cup rijdt. Heel goed. En dan...
De man doet, laat ze nog een ronde. Daarachter te kijken naar Wim, hoe lang ze nog mogen rijden. Want daar komen de kopmannen weer onder aanvoering van Bob. Nee, ze gaan in de anker. Oh.
34, Frans Verhooy. Dan hebben we de 88, John van der Pol op de Honda CR110 replica. De 89, Solena van der Stam op een Van Veen Chrysler. De 93, Joost Vera op een Chrysler. De 95, Charina van der Stam ook op een Chrysler van 1965. Michael Bakker daarbij ook op een Van Veen Chrysler. Chris Wagenveld bij het Wagenveld. Dat zijn de Honda Cubreuzen. Borstocht op een Honda Cubreuzen. Extra daarbij de Russisch dames en heren. De Russisch die komt met een van Robert Lennart. De Russisch die zijn de problemen met de deelnemers 250 kubieke centimeter wilden zich melden voor hun eerste demo. 250 kubieke centimeter melden voor de eerste demo. Maar we komen hoor. Ronald Bastemeijer op de Vondriacht Strijder. Wij zitten op de Honda.
zeiden, die gaan naar binnen. Dan is de ja! Ja, dat is wel.
knippen. Goedendag, belangstelling voor Boogie. Voor 3 euro.